Het is volgens kijkcijferkenner Tina Nijkamp evident, als Özkan Akyol aan tafel zit, dan scoort vandaag een site altijd beter dan gewoonlijk. De presentator is dus behoorlijk in trek als gast aan tafel bij Johan Derksen, Wilfred Gené en René van der Gijp. Toch is niet iedereen enthousiast, hij heeft namelijk een woeste brief ontvangen van een VARA-gidslezer. Özkan heeft elke week een rubriek in de VARA-gids waarin hij brieven van lezers beantwoordt en ditmaal heeft hij er eentje gekregen van meneer Theo Koelen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de presentator zich verlaagt tot een programma als Vandaag een site. Meneer Theo schrijft, beste Eus, een vraagje, waarom ga jij in zo'n infantiel programma met Johan Derksen en Van der Gijp zitten? Een stelletje impotente oude lullen. Voor mij ben je van je voetstuk gevallen. Jammer. Het lijkt erop dat Özkan niet echt onder de indruk is. Ik weet niet of ik zo graag op uw voetstuk wil staan, als u zulk schrijft. Het is een prettig programma en anders dan u misschien altijd dacht, past het ook wel bij mijn karakter, dat zich niet eenvoudig laat definiëren, reageert hij. Hij vervolgt met wartaal, voor de rest moet ik nu aan de woorden van mijn vader denken. Ik heb zin in cola vieux. Dat was zijn lievelingsdrankje. Hij dronk elke avond een fles leeg en dan werd zijn vreselijke karakter enorm uitvergroot. Ik heb ook 3 jaar cola vieux gedronken, daar werd ik geen mooier mens van. Nu drink ik alleen nog Pepsi Max. De laatste tijd wordt Özkan er aan de VI-tafel regelmatig aan herinnerd dat hij goed bevriend is met de in opspraak geraakte Matthijs van Nieuwkerk. Waarom wil je steeds zo benadrukken dat ik goed bevriend ben met hem? Ik ben ook verrast door wat ik las, hè, zei hij vorige week tegen Wilfred. Özkan ontkent dat hij in zijn tijd als tafelheer iets gezien heeft. Ik wist helemaal niet dat het er zo aan toe ging. Als gast kom je om 17:15 s'avonds aan, die redactie daar is helemaal afgezonderd en in een ander gebouw. Je doet de show van 19:00 s'avonds tot 20:00 s'avonds en dan ben je weg. Hoe moest ik het weten? Voor mij was het ook een heel onaangename verrassing. Thank you.